Jongens, voor de hoeveelste keer doen jullie mee? De eerste keer. De eerste keer. En hoeveel kilometer gaan jullie lopen? 50. Ja. En hoe hebben jullie je voorbereid? Nou, we hebben één keer een dagje gelopen en dat was het eigenlijk wel. Maar we zijn over het algemeen wel enigszins vet. Dus, Maar wel een eind gelopen, dus dat is een goede voorbereiding. En hoe hebben jullie je voorbereid op de hitte? Nou, niet te veel kleren aantrekken, we hebben zonnebrand bij ons en petjes, dat soort dingen. Dus. Veel drinken, ja. Zijn jullie ook een beetje angstig voor enige dingen die kunnen gebeuren, zoals in Nice of zo? Nee, we hebben eigenlijk gisteren pas weer stilgestaan dat iemand vertelde van ja, er zou iets kunnen gebeuren. Maar het kan eigenlijk overal wel gebeuren, dus we houden ons niet te veel mee bezig. Nee, ik heb er ook niet bij stilgestaan. Of tenminste wel bij stilgestaan, maar niet, geen zorgen. En tegen welke dag zien jullie het meest op? Nou, we hebben geen idee wat we ervan moeten verwachten. Dus vandaag is even alles aftasten en dan denk ik dat als we eenmaal weten hoe het werkt, dat het wel goed komt. Ja, precies. En de derde dag wordt denk ik wel zwaar, maar als de eerste dag goed gaat, gaat alles goed volgens mij. Gaan jullie de finish halen? Zeker. Tuurlijk.